Ik heb alleen een zorgverzekering. Ik heb verder helemaal niks. Toen ik 18 werd, dacht ik een eigen plekje voor mezelf te krijgen. En niet meer gezien te worden als kind met problematiek. Ik keek ernaar uit mijn eigen plek te hebben en waar ik mijn eigen keuzes mag maken. Nou, ik zat vooral in onduidelijkheid en onzekerheid. Ik had alleen maar stress en ik was de hele tijd aan het huilen. Ik had paniekaanvallen omdat ik volwassen ging worden. Nou, wat mij zou hebben geholpen, is als ik op 17 meer informatie had gekregen. Eigenlijk had ik heel graag willen leren van iemand die in dezelfde situatie zat als ik. Ik denk dat het goed zou zijn dat de jeugdzorg eerder begint met dingen aanvragen voor de kinderen. Het gaat echt om het samenwerken tussen jongeren en een hulpverlener. Want dat is ook hoe je thuis leert, hoe je volwassen wordt. Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl.